Breda nu. Je weet het meteen. Buurthuis Thoma heropend. Woonzorgcentrum Raffi huurt het buurthuis aan de Wieringenstraat in de Molukse wijk De Driesprong. Het buurthuis is compleet vernieuwd en dat willen zij laten zien door een open dag te organiseren. Tijdens die open dag kunnen bewoners, genodigden en belangstellenden kennis maken met muziek, hapjes, drankjes en kraampjes op de Molukse markt. We organiseren vandaag een open dag bij Thoma om meer bekendheid te krijgen binnen Breda. Niet alleen in de Molukse omgeving, maar ook voor iedereen echt. Ook in de Driesprong, buiten Breda. Kennen ze ons al, blijkbaar, hoorde ik net. Dat is ook al leuk. Maar we hebben allerlei gebieden, hebben wat dingen te doen hier. Dus voor jongeren, maar ook voor ouderen natuurlijk. Om de ouderen weer te activeren. Ja, dat is onze doelstelling eigenlijk. En u zegt activiteiten. Wat kan ik me dan voorstellen bij de activiteiten? We hebben net als maandagochtend de sporten voor de ouderen. We gaan middags, woensdagmiddagen gebruiken voor de kinderactiviteiten. We hebben computerlessen binnenkort, de beginnerslessen, de gevorderde lessen hebben we al. De muziekruimtes gaan we verhuren. We hebben een aantal mensen die willen hier lekker oefenen. Salsa dansen, ja, van alles eigenlijk op allerlei gebied. Dus voor jong en oud. Komt u hier vaker? Voor de tweede keer. Maar ik heb al eerder van dit gehoord en ik wachtte gewoon tot de opening. Om alles goed te bekijken, kijken wat er te halen valt, te brengen valt, te doen valt. In de komende tijd hoop ik dat er meer dingen gaan georganiseerd worden. En daar wil ik beslist aan meedoen. Bent u bekend met het buurthuis Thoma? Ja, komt er geregeld al van kleins af aan, eigenlijk. Ja. En hoezo bent u bekend met het buurthuis? Omdat ik hier ook vroeger gewoond heb. Weggegaan en weer teruggekomen en nu weer volledig woonbaar ben hier. Ja. En wat vindt u van de nieuwe opzet van de Thoma en Raffi zo samen? Ik vind het een hele goede opzet, ja. En waarom? Nou, omdat het toch, het was al een tijdje dat het gewoon, het leefde al niet meer. Het was al, het was heel stil eigenlijk. En nou weer nieuw leven, een nieuwe start lijkt wel, dus... Hartstikke leuk. Ja, super.